Friese schoppen, dan worden de dienen rood. Zijn grootste overkleven onder lette joen. Nog hey, hey! Dames en heren, de Pijers jongens. Samen met het huidige gemeentebestuur van Drachten hebben we in de afgelopen periode hard gewerkt aan het mogelijk maken van een belangrijk onderdeel, het graven van de vaart. En het is fantastisch om te zien dat jullie hier in zulke grote getalen zijn om dat tot een feest te maken. We zijn er trots op dat het tot zover is gelukt en we wensen jullie allen, inwoners en bedrijven, heel veel plezier met dit nieuwe prachtige project. Bedankt. Drachten, de oostelijke poort van de Friese Meren. We gaan winnen aan ruimtelijke kwaliteit als het water hier weer terug is in het centrum. En het is een sfeerbeeld voor de toekomst. Een sfeer die dit nu al oproept, straks het water. Dat moet nieuwe initiatieven geven voor het centrum, het regionale centrum van Drachten. En ik ben ervan overtuigd dat gaat lukken. Ik wil dan nu graag het woord geven aan gedeputeerde Hans Konst, want die heeft ons toch ook een belangrijk zetje in de rug gegeven om dit werk allemaal mogelijk te kunnen maken. We moeten ontwerpen. Wat wij dadelijk doen is het start zijn Jan voor het werk in het hert van Drachten. De komende periode levert het mooie werk op en de recreatief toeristische impuls die Drachten veert jouwt aan Drachten brengt, en daar ben ik van uitzoeken, nog jarenlang goed werk, mooie mooi. En daarmee lokwisken voor Drachten, lokwisken aan Jim Allege. Dank u wel. Ik tel af. 3, 2, 1, gaat-ie!